Voor andere tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De strijd om het leiderschap in de VVD mag dan beslecht zijn. Mark Rutte voelt de hete adem van Verdonk nog altijd in de nek. Want wat als de resultaten bij de statenverkiezingen van straks opnieuw tegenvallen? Vanavond laten we zien dat het ook vroeger al geducht kon spoken in de leiding van de liberalen. Vraag maar aan Ed Nijpels. Als piepjong talent kwam hij in 1982 aan het stuur van de fractie en ontdekte dat er in de politiek al heel gauw bloed vloeit als het even minder gaat. Zelfs bij zo'n keurige partij als de zijne. Goedenavond, een keurige partij. Zo ziet de VVD zichzelf van oudsher graag. Een club van nette mensen. Goede manieren, af en toe een glaasje en een deurtje Dixieland. We vechten elkaar de tent niet uit. Zo zijn wij niet. En toch kent ook de VVD facties en vleugels. Die ontstonden al onder Hans Wiegel, jaren 70. Hij maakte van de kleine herenclub die de partij tot dan toe was een echte grote volkspartij, 26 kamerzetels. En met dat succes kwamen voorzichtig aan ook spanningen die hij overigens behendig wist te sussen. Spanningen tussen traditie en vernieuwing, oud en jong, zeg maar tussen Rotary en populisme. Die erfenis droeg Wiegel in 1982 over aan zijn opvolger, een jonge hond, pas 32. Net als Wiegel zelf een vernieuwer, maar nog net iets driester. Hij was zogezegd nog op de leeftijd waarop je de wereld naar je hand wil zetten en ging de verkiezingscampagne in met een leuze die daar strak op aansloot. Gewoon jezelf kunnen zijn. Veronica-liberalisme ging dat heten. Popie en haast apolitiek. Maar was het ook een boodschap die de mensen verbond om te beginnen binnen de eigen partij? Was het een boodschap van een leider die de boel bij elkaar wist te houden? Ed Nijpels is vanmiddag officieel de nieuwe politieke leider van de VVD geworden. Ed, gefeliciteerd. Van harte. Unanieme steun van de fractie, van het hoofdbestuur, van de Eerste Kamerfractie. Veel vertrouwen. Het zal goed gaan. Alsjeblieft. Bedankt. Ik vond Ed toendertijd een buitengewoon goede en aantrekkelijke leider van de partij. Ik was het er ook zeer mee eens dat Nijpels fractievoorzitter werd. Want die was dus inderdaad ook wat dan in de journalistiek linksliberaal genoemd wordt. Wat ik liever een Thorbecke-liberaal noem. Dat was Nijpels wel. Hij neemt mensen voor zich in. Hij leert snel. Het is nog wel een jong veulen. Maar dat komt wel goed. Algehele bijval voor de nieuwe fractievoorzitter. Alleen in de afdeling Wassenaar is een kritische kanttekening te horen. Het is dus een ingezonden brief en hij is geplaatst in de NRC, maar ik heb de datum nog niet opgezet, dus ik weet niet precies meer van wanneer het is. Ik ben verbijsterd en teleurgesteld. Is dan uitsluitend jeugd een kwalificatie voor leiderschap in deze partij? Mensen van kaliber plachten toonaangevend te zijn in de VVD, maar nauwelijks is de partij tweede van ons land geworden of de politieke leiding ervan wordt zonder slag of stoot toevertrouwd aan een 32-jarige die nog nergens heeft bewezen daartoe capabel te zijn. Hij zal bij uitstek in staat zijn om onze liberale politiek bij de mensen te brengen. Hij zal aanspreken, hij zal de mensen samen binden in de partij. We hebben daar de grootste verwachtingen van. Hij is fantastisch met mensen. Als hij, ik noem het altijd, het kerkplein oploopt of het marktplein oploopt, dan hij heeft stroop aan zijn achterste, dus dat is net de rattenvanger van Hamelen. Hoi. 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 Hoi.
Dat was ook de tijd van jonge mensen. Ik was zelf 32, 33 in die tijd als partijvoorzitter. Dus ja, het was, dat was toch wel een mooie uitdaging. Dat vonden we toch wel, dat hoorde bij de VVD. Hans Wiegel was zelf ook jong begonnen, dus dat paste wel. Weet u waar het heel druk is? Inderdaad, bij de VVD in Den Bosch. We gaan er nu naartoe. En toen won de VVD 10 zetels. Nou, toen hadden we onze lieve Nijpels in plaats van onze lieve heer in de partij. Ongelooflijk. Ja, met Hans Merk, wat al volkomen toevallig is ontstaan, wel met beide duimen omhoog. Ik zat toen 36 zetels. Dat was een winst toen van 10 zetels. Ja, dat was meer dan iedereen had verwacht. Dus ja, dat was een euforische stemming. Er heerste een euforische sfeer. In tweeërlei opzicht. In de eerste plaats was het natuurlijk een mooie uitslag. En die kon Nijpels natuurlijk ook best voor een belangrijk deel op zijn konto schrijven. Omdat hij een hele mooie outgoing campagne had gevoerd. En de andere euforie zat erin is dat we daarmee opeens een hele hoop nieuwe mensen de wereld wilden veranderen. En dat kon u eindelijk. Het was ook hard nodig, vonden we. Dan is er gebak en iedereen feliciteert iedereen. Je kent natuurlijk een aantal mensen ook van de nieuwe die komen, die ken je. En wij kregen toen van Ed allemaal een zakje zuurtjes. Achteraf vind ik dat best een symbolisch cadeau. En toen kregen we dat kabinet, Lubbers 1, waarin de VVD een sterke positie had. Slechte economische jaren geweest. Dus broekriem aanhalen, bezuinigen, minder uitgeven, ruimte voor het bedrijfsleven. Er was weer een nieuw elan nodig en dat kwam er in die tijd. De hele oude garde van de fractie die kwam in het kabinet. Dat betekende ook dat we eigenlijk een fractie kregen die bestond uit 36 man, waarvan 22 compleet nieuw waren in de Tweede Kamer. In die fractie, dat is natuurlijk ook een wereld op zichzelf. Er is een strijd om de portefeuilles, er gebeurt van alles in die fractie. Ja, de oude mensen claimen toch de eerste rechten, dus de nieuwe moeten op een beurt wachten. En die zeggen, ja, we zijn niet in de Kamer gekomen om op onze beurt te wachten. En nou, in dat hele proces moet er een hoop gemanaged worden. Herfst 1984. De jonge fractievoorzitter komt voor het eerst echt in de problemen. Een enquêtecommissie onderzoekt de sluiting van de Werf Rijnschelde voor Olmen en de miljarden aan overheidssteun die het bedrijf heeft ontvangen. De conclusies van de RSV-enquête zijn snoeihard en treffen de VVD midscheeps. Gijs van Ardenne, minister van Economische Zaken en vicepremier, heeft de Kamer misleid en dat is onaanvaardbaar. Hoe zal de VVD haar minister steunen? Haar vicepremier nog wel. De kranten stonden bol van dat feit. Nou, Gijs, helemaal door het dolle heen, woest was hij. Echt zo verschrikkelijk boos. Nou, dat was grote paniek. Wij kunnen niet toestaan dat op grond van een vaag bekend gegeven, van geruchten, van Ardenne wordt beschadigd. Vandaag, op 17 november 1984, stellen wij ons vierkant achter van Ardenne op, omdat wij geloven in zijn integriteit. Het is zo makkelijk gezegd van we staan om je heen of achter je of voor je. Maar het betekent dat je dan ook inderdaad op het kritieke moment de consequentie van zo'n uitspraak moet vertalen in inderdaad. Toen hebben we natuurlijk binnen de VVD-top behoorlijk wat overleg gehad met de provincie en met leden ook van de enquêtecommissie. En we hebben nagedacht over hoe je op een verstandige manier daarmee zou kunnen omgaan. En toen kwam dus een hele moeilijke fase. Wat moeten we nu? Wat gaat er nu gebeuren? Nou, Gijs van Ardenne wilde van alles, maar één ding niet, aftreden. Dus, en wat wilde u? Ja, wij waren een beetje in verwarring. Wij wilden eigenlijk wel dat hij aftrad, omdat er toch wel een onmogelijke situatie ontstond. Heeft hij dus steun gekregen van de fractie die... Die nodig was? Ja. Ik weet niet of je dat 100% steun kan noemen. En toen gingen we met het CDA overleggen. En toen hebben we de grootste fout gemaakt in de periode dat ik partijvoorzitter ben geweest. We hebben toen geaccepteerd de uitvinding van Bert de Vries, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Die gaf Gijs van Ardenne het voorwaardelijke groene licht.
De CDA-fractie zal vandaag geen oordeel uitspreken over het RSV-beleid van minister Van der Denne. En dus ook niet over de vraag in welke mate ons vertrouwen in deze minister door dat beleid is aangetast. Voor de minister betekent dat een weinig benijdenswaardige positie. In het beste geval kan hij van de CDA-fractie vandaag toch niet meer dan een voorwaardelijk groen licht krijgen. Dat was in ieder geval absoluut niet met ons afgesproken. Dit kwam voor ons ook als een complete verrassing. En het maakte de positie van Van der Denne natuurlijk alleen maar lastiger. Is dat een streek die je dan geleverd wordt? Ja, dat hebben wij wel als een streek ervaren, ja. Toen was je aangeschoten wild. Toen bleef hij wel, maar dat was het omslagpunt. Want toen was hij zijn gezag kwijt. Hij was er zelf gefrustreerd en boos van geraakt. Hij was niet meer wie hij was. Hij had het gezag bij zijn collega-ministers ook van de VVD verloren. En ja, we waren echt aangeschoten met elkaar. Maar de kern is dat er geen leiding meer was van de VVD in het kabinet. En dat Nijpels uit de fractie richting kabinet opschoof. Er kwam een telefoontje van Lubbers uit het torentje. Ed, kun je nog even komen? Want jij bent de politieke aanvoerder van de partij. Dan moet ik maar met jou afspraken maken. En daartoe liet Nijpels zich verleiden. En dat betekende soms de merkwaardige situatie dat Lubbers compromissen met mij wilde sluiten, maar dat ik ook te maken had met onze bewindslieden. Of dat ik compromissen sloot met de bewindslieden en dat die weer een ander compromis soms sloten met Lubbers. Ja, dat zijn dus eigenlijk situaties waar je het bijna nooit goed kunt doen. En Nijpels die kwam in die spagaat terecht tussen fractie en kabinet. En als je dan in een spagaat zit, dan heb je daarboven ook nog meneer Lubbers die aan het poppetje bij zijn hoofd trekt. Nou, daar ging hij. Ja, daar ging hij. 2 jaar na zijn aantreden, 1984. Ragfijn tactisch spel van het CDA en Nijpels was de teugels kwijt. Dat deed de wenkbrauwen wel even fronsen binnen de partij. Zou dit Hans Wiegel ooit gebeurd zijn? Had de jonge Nijpels wel voldoende politieke feeling? Kreeg hij dat leiderschap wel echt in zijn vingers? Daar kwam bij dat er interne spanningen ontstonden. Onder Wiegel konden fractieleden altijd even binnenlopen bij de leider. Maar dat was niet meer te doen met 36 man en alles wat er nog aan medewerkers bij kwam, vaak nog onervaren ook. Er moest dus efficiënt gemanaged worden. En daartoe liet Nijpels op zijn deur een rood lampje plaatsen. Niet binnenkomen. Afspraak maken. En dat viel niet altijd in goede aarde. Misschien is dat wel waar het definitief misging. Er begon iets te wrikken in het onderlinge overleg. Er kwamen steeds meer misverstanden en onhandigheden. En net na de RSV-affaire 1985 weer een affaire over de PC-hoofdprijs. Die zou gaan naar Hugo Brandt-Corstius, de columnist die vaak verwoestend schreef over ministers uit het kabinet. En minister Brinkman weigerde de prijs uit te reiken. Een doodzonde volgens liberale beginselen. De politiek hoort niet te oordelen over de kunst. Maar Brinkman kreeg steun van Nijpels. En wat dan te doen voor de fractie? Meneer de voorzitter, een staatsprijs reikt men uit of reikt men niet uit? Grijs, een compromis voor goed begrip, zit daar niet tussen. En toen gebeurde het dat wij een fractievergadering hadden. Daar was Nijpels niet bij aanwezig. Evenhuis heeft die fractievergadering voorgezeten en ons meegedeeld dat er mogelijk een probleem aankwam. Want Brinkman was niet van plan die prijs uit te reiken. En Nijpels had ingestemd met die niet-uitreiking. En toen is er dus in de fractie gewoon opstand geweest. Kijk, in mijn herinnering was het toch zo dat Nijpels iets te ver al was gegaan in de toezegging aan het kabinet. Dat ze op de VVD konden rekenen. Terwijl in de VVD-fractie natuurlijk zo'n sfeer was. Niet zozeer anti-CDA, maar zo'n sfeer was: jongens, dit is voor ons wel erg moeilijk. Wij zijn van de school van Thorbecke, dus dit niet. Ik heb toen gezegd van, ik ben een mordicus tegen dat wij tegen die uitreiking zijn. Want, en toen ben ik met mijn liberaal manifest gekomen, ik kan niet
Het ene jaar voor de partij schrijven, de overheid onthoudt zich van een oordeel over kunst. En als ik in de Tweede Kamer zit, plotseling 180 graden omgaan. Dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet alleen tegen het liberale standpunt in, maar het betreft ook mijn eigen integriteit. Kijk, er is een democratie binnen die fractie. En er is natuurlijk, er wordt uitgebreid gesproken, alle argumenten mogen worden gewogen. En dan ontstaat er de vraag, wat gaan we doen? En dan vind ik het ook wel een heel mooi democratisch principe, is dat de minderheid zich meer neerlegt bij de meerderheid. We hebben in de politiek uitzondering, maar eigenlijk op één gebied, dat zijn de gewetensvragen, namelijk op abortus, euthanasie, dat wordt algemeen aanvaard. Maar over de uitreiking van een kunstprijs vind ik niet van die orde. Uiteindelijk waren er 3 Kamerleden van de VVD die nog steeds vonden dat Bernd Korstens die prijs moest krijgen. En die hebben dus ook anders gestemd dan de rest van de fractie. Dat weet u waarschijnlijk nog wel. Jacobsen, mevrouw Den Oude en de derde was Jan-Kees Wiebinga. De dinsdag voor de stemming ben ik uit de fractievergadering gehaald. Kamminga aan de telefoon. En die deelde met mij mee, dit kost je zetel als je blijft bij je standpunt wat betreft de stemming. En daar was ik dus uiterst verbijsterd over. Ik zeg, dat kan toch niet, zo gaat dat toch in de VVD helemaal niet toe. Nee, zo werkt dat niet. Tenminste, daar kan ik me absoluut niet herinneren. Ik zou het mezelf hoogst kwalijk nemen als ik dat zo zou hebben gezegd. En toen werd ook gesteld dat ik door dat afwijkend stemgedrag niet loyaal was aan de fractievoorzitter. Ik ben dus niet bij het gesprek geweest met Kamminga, maar ik ken Kamminga heel goed. En ik ben ervan overtuigd dat Kamminga nooit iets gezegd zal hebben in de zin van, ja, denk eraan, want je plaats op de lijst komt in gevaar. Zo staat Kamminga absoluut niet in de rij. En toen kreeg ik Jaap Mets op mij af en dat heb ik een van de meest vreselijke ervaringen uit mijn kamerbestaan gevonden. Die kwam dus bij mij van, jij moet je stemgedrag wijzigen, want ik kom namens Ed, dat werd er dus ook bijgezegd. Maar als je bij je standpunt blijft en je stemt zoals je gezegd hebt, dan gaat er dit met je gebeuren. En hij had een zakboekje en dat deed hij open. En daar stonden dus 3 namen in, Jacobsen, Den Oude en Wiebinga, en daar stonden doodskruisjes achter. Ja, ik denk dat er een beetje spookverhalen zijn, want in deze plaats werd denk ik het Kamerlid Mets werd niet door de fractievoorzitter op pad gestuurd. Dat was zijn positie niet, we hadden een fractiebestuur, Albert-Jan Evenhuis, die deed vooral de contacten heel veel met de fractie. En nogmaals, er was denk ik wel iedereen veel aan gelegen dat die fractie unaniem zou stemmen, maar kruisjes en dreigementen van Kamminga, ik geloof eerlijk gezegd niets van. Ik vond dat zo, ja, erger dan Kafka en Jans. En toen ik stemde, en ik heb dus voor die motie gestemd, toen wist ik na alle dreigementen die er geuit waren, van hier gaat je werk. Dames en heren, vanzelfsprekend gaat er wel eens wat fout. Maar de cumulatie van gebeurtenissen heeft ertoe geleid dat er nu weer een slecht beeld is ontstaan waarover onze leden en onze kiezers terecht verontrust zijn. Zeer geachte dames en heren, het bestuur van de VVD-afdeling Wassenaar, alsmede de VVD-fractie van deze gemeente, willen zich middels dit schrijven tot u richten om hun ongerustheid kenbaar te maken. Onder de zaken die alom verontrusting hebben veroorzaakt, rekenen wij bijvoorbeeld het in het openbaar elkaar onderling bevechten en afkraken. Als ik in Groningen was in de afgelopen 2 weken, dat was niet veel het geval, dan werd tegen mij gezegd, ga met een end hout naar Den Haag en sla erop. Wij roepen u op om een beter PR-beleid te voeren, om ervoor te zorgen dat wij vanaf nu goed in de media komen. Kijk, er was wel een sfeer in de top rond Nijpels van hij is op grote afstand komen staan.
En de oorzaak daarvan was gelegen in het feit dat hij in die spagaat zat, dat hij dat niet meer kon overbruggen. En zich dus inderdaad opsloot in zijn kamer. En achter het rode lampje, dat is echt het symbool van de ellende geworden. Alle Kamerleden hadden het daarover. Als je bij Ed wil binnenlopen, altijd is het lampje rood en kan hij niet gestoord worden. De mensen stapten heel erg makkelijk binnen bij mij. En dat is 10 keer leuk en 20 keer leuk, maar op een gegeven moment heb je gesprekken. Dus dat werd wat lastig. Dus toen bedacht iemand van de technische staf van de Kamer, hoe maken we daar een einde aan? Nou, we hangen daar een rood lampje voor. Dat was dus bedacht door de technische dienst van de Tweede Kamer, gewoon om te voorkomen dat iedereen zomaar binnenstapte. Anderen die hebben soms een dag moeten wachten of een aantal uren of werden helemaal niet meer aangesproken over dat ze hem wilden spreken. En dat vonden wij belachelijk. We hebben een jonge fractievoorzitter. Toen wij deze fractie in deze samenstelling gekozen hebben, wisten we dat we een zeker risico zouden lopen. Maar de voordelen staan daar ook tegenover. Maar de grote klap viel natuurlijk op de dag dat we 9 van de 10 zetels weer verloren hadden 4 jaar later. En dat werd hem toen toch wel ernstig aangerekend. Maar niet eens die uitslag, maar wel het klimaat wat was ontstaan. Op deze manier kunnen we niet verder met de politieke aanvoerder. Daar gaat het, Erik. Ik zie dat er heer Nijpels inmiddels is aangeschoven in uitspanning De Beesde in Bunnik. En hij is in gezelschap van Henk van Hoorn. Ja, hij werd hier met applaus binnengehaald. Ik wou net zeggen, die duimen. Hè? Ik ging naar de avond waar de uitslag met elkaar werd meegemaakt. Zoals we dat met de VVD altijd doen. En als er een partij is die het eigenlijk altijd onderling gezellig heeft, is het wel de VVD. Maar ik herinner me heel goed dat daar een soort feeststemming was. En dat er die avond, waarin wij ontzettend pak slaag kregen, dat er gewoon enorm gejuicht werd. En ik weet dat er werd gezegd, resultaat, nou ja, het is voor ons niet goed, maar het is geweldig, want de coalitie heeft de meerderheid, dus we kunnen gewoon doorregeren. Nou, dat heb ik als verschrikkelijk ervaren. Heel erg, ja. Verliezen is verliezen. Klaar, en dat is dus altijd heel erg. Een campagne met een pover resultaat. 10 zetels verlies op dit moment. Ja, natuurlijk. Dat is jammer, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wat wij aan de kiezers hebben beloofd, dat dat mogelijk wordt. En dat is doorgaan met dit kabinetsbeleid. En dat is natuurlijk een felicitatie waard aan mijn collega Lubbers. En die feliciteer ik ook van harte. En Ruud, we maken er de komende maanden een heel mooi nieuw kabinet van. Toen op een gegeven ogenblik in die avond kwam Bolkestein bij mij aanlopen en zegt van, ik moet even met je praten. Bolkestein was duidelijk. Die zei, je moet er rekening mee houden en ik vind dat jij het tegen Nijpels moet zeggen, dat wij hem morgen niet meer als onze politieke aanvoerder kiezen. Wij vertegenwoordigden een overgrote meerderheid van de fractie. Ze hadden dat voorbesproken. En als dat niet in harmonie zou gaan, dan zou het zijn in de vorm van een coup of iets dergelijks. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal niet goed. Nou, dat was Frits ook van overtuigd. Dus we hebben daar uitermate plezierig en constructief met elkaar over gesproken. En hij was het met me eens. Dus ik accepteerde dat het zou gaan gebeuren. En hij accepteerde dat dat niet op een coupachtige wijze moest, maar dat dat in harmonie moest plaatsvinden. Beste mensen, ik zou op de eerste plaats die 1,5 miljoen kiezers die vandaag de VVD hebben gesteund van harte willen bedanken voor het vertrouwen dat ze ook vandaag weer in onze partij hebben gegeven. Ik ben hartelijk voor gekozen, in ieder geval om mij daar helemaal niets over te vertellen, van al het rumoer achter mijn rug, omdat ze eigenlijk wilden dat ik gewoon die campagne rustig kon doen en ook alle tv-debatten rustig kon doen. Hoe vond u dat dan? Ja, ik wist toen van niets. Ik kreeg dat op die middag te horen. Ja, Nijpels verdrietig en boos en onterecht. Emotie, hoop gedoe. Ja. De volgende morgen is er dan de fractievergadering die je altijd hebt na de verkiezingen. En daar zit iedereen bij. Daar sprak genoemde Frits Bolkestein. Ja. Ongeveer 40 minuten lang. En dat was niet mals wat hij zei. Nee. Wat zei hij? Nou, dat het zo niet verder kon. En dat alle ellende van dat laatste jaar,
is daar op tafel gekomen. En dat is ook uitgewisseld. Ook gezegd dat de bewindslieden verkeerd hadden gedaan. Het is gewoon een hele goede, pittige, stevige, heftige evaluatie geweest. Hij heeft toen een term gebruikt die gebruikt heeft voor de partij. Hij vond dat hij als partij ten opzichte van de bestaande partijen een karakterachterstand hadden, omdat wij niet het intellectuele debat voerden, niet het inhoudelijke debat voerden. Dat soort termen. Dat heeft hij niet tegen u gezegd? Nee, dat heeft hij heeft de partijen als zodanig. Hij heeft niet gezegd, Ed, ik vind, jij hebt een karakterachterstand. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee. Bolkestein hanteert de term karakterachterstand. Ja. In welk verband bedoelde hij dat? In het verband van Ed Nijpels. Dat is niet meer een zakelijke bespreking als je dat tegen iemand zegt. Nee. Correct. Goed. Zo zijn er verschillende harde woorden gesproken, ja. Maar dat gaat iets verder dan een open discussie. Nee. Dat is gewoon een belediging. Ja, maar dat was in de context kon dat nog net. Dus dat hakte er zeer in. Het was bovendien een term die ik nooit eerder in de fractiekamer had meegemaakt. En het werd inderdaad daardoor buitengewoon persoonlijk. Het 5:30 journaal met Noortje van Oostveen. Goedemiddag. Ook in de VVD is het laatste woord er nog niet over gezegd, maar Rudolf de Korte is nu de nieuwe leider van de Liberalen. Hij wordt echter geen fractievoorzitter, maar vicepremier in het op stapel staande tweede kabinet Lubbers. Joris Voorhoeven, nu nog buitenlandspecialist in de Tweede Kamer, wordt de nieuwe fractievoorzitter. En dat was juni 1986. Een nieuw leiderschap, zichtbaar in nood geboren, verdeeld over twee man die de schade mochten opnemen. Wanorde in de fractie, een verpeste stemming, een karakterachterstand, doordat gewoon jezelf kunnen zijn van het Nijpels-liberalisme en verliezen in de personele sfeer. Mevrouw Den Oudeweg met nog wat anderen, Ed Nijpels weg. Zo kan het dus gaan wanneer het in de politiek even niet gaat. Zelfs in de joviale VVD. Mark Rutte mag zich wel vast aangorden voor de strijd. Maar met één hoop op zijn minst, want Nijpels mocht dan weg zijn uit de fractie. Hij werd wel minister in Lubbers 2, kreeg daar volksgezondheid en milieu en kwam ook daarna nog heel mooi terecht. Op het moment mag hij zich commissaris van de Koningin in Friesland noemen. We zijn weer rond. Voor meer zie anderetijden.nl, waar u trouwens bijna al onze 200 zoveel uitzendingen kunt terugzien. Volgende week reizen we naar het jaar 1907, 100 jaar geleden. De veerboot Berlin slaat op een pier voor Hoek van Holland. Prins Hendrik staat vooraan bij het reddingswerk, maar het mag niet baten. 130 doden. U krijgt van ons een reconstructie van een scheepsramp die legendarisch werd, met filmbeelden van toen, 1907. Volgende week. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze.